Mobiel internetten met je tablet of laptop kan met een vaste internetverbinding of via wifi. Maar onderweg is niet altijd de verbinding beschikbaar. Tether is dan een goed alternatief. En providers staan er tegenwoordig toe zonder extra kosten in rekening te brengen. Tethering is het gebruiken van je smartphone als modem. Daarmee deel je de 3G-dataverbinding van je telefoon met een tablet, laptop en of andere smartphone. Dat kan draadloos, je telefoon wordt dan zeg maar een mobiele hotspot, maar het kan ook via een kabel aan je laptop. Een voordeel van tethering is dat je maar één abonnement nodig hebt om met verschillende apparaten te internetten. Je moet wel ontzettend opletten op je dataverbruik, want dat gaat heel hard met meerdere apparaten. Installeer dus altijd een app op je toestel die het internetverbruik meet. Je kunt meer informatie vinden over datatellers op onze website. Ook in het buitenland kan tethering een handige oplossing zijn. Hierbij moet je wel opletten dat je een voordeelbundel moet hebben voor internet over de grens. Anders kunnen de kosten zeer hoog oplopen. Een nadeel van tethering is dat de accu van je telefoon erg snel leeggaat. Met een kabel aan je laptop heb je daar minder last van. En verder moeten de overige toestellen altijd in de buurt zijn van de telefoon die het signaal uitzendt. Zo'n 5 meter als je binnen bent en zo'n 10 meter als je buitenshuis bent. Je kunt niet met elk toestel en elk abonnement gebruik maken van tethering. Wat nu geldt is dat bij KPN, HAI en Telfort je alleen met de nieuwste abonnementen gebruik kan maken van tethering. Bij oude abonnementen en de SIM-only abonnementen van KPN mag het niet. T-Mobile biedt tethering aan voor een beperkte groep iPhone-gebruikers. Bovendien mag het alleen bij abonnementen van na 4 april 2011. Ze geven wel aan dat ze ervoor gaan zorgen dat het ook voor klanten met oudere iPhone-abonnementen voor het einde van het jaar beschikbaar is. Bij Vodafone mag je met oude en nieuwe abonnementen gebruik maken van tethering als je een databundel in je abonnement hebt. Dus met de bel- en sms-abonnementen mag het niet. Tele2 geeft aan dat internet op je mobiel niet bedoeld is voor gebruik in combinatie met een tablet of laptop. Ze verbieden het echter niet. Wil je voor het eerst gebruik maken van tethering met je iPhone? Ga dan naar Instellingen, Algemeen, Netwerk en onderaan zie je hier Configureer persoonlijke hotspot. Heb je tethering al een keer ingesteld, maar je wil er gebruik van maken, dan ga je ook weer naar Instellingen, Algemeen, Netwerk en dan zien we hier persoonlijke hotspot en je kan je persoonlijke hotspot dan aan of uitzetten. Als die aangaat staat er hier een wachtwoord en dat wachtwoord typ je dan in op de apparaten die gebruik maken van jouw modemtelefoon. Voor Android 2.3 ga je naar de instellingen, draadloos en netwerken, tethering en draagbare hotspot. En dan ga je de eerste keer de instellingen voor draagbare hotspot invullen. Je gaat dat dan configureren. Vult hier je wachtwoord in. Daarna kun je draagbare wifi hotspot aanklikken. Voor Android 4 ga je naar instellingen. Ga je naar meer. Via tethering en draagbare hotspot. En daar moet je hem ook eerst instellen en een wachtwoord en daarna kun je deze aanvinken draagbare wifi hotspot. Wil jij beginnen met tetheren? Check dan de instellingen van je toestel. Dan kom je er eigenlijk vanzelf achter of het mag en of het werkt. En je kunt natuurlijk ook altijd je provider bellen of mailen. Wil je meer informatie? Ga dan naar onze website.